Een sprookjesboek. Ja. Van de Biep. Wat moet Anna met een sprookjesboek? Ja, ze had het over dat nieuwe vriendje van Wiet. Zeker? Ja. Die heeft iets met sprookjes of zo. Is iets over hem en Wiet. En... Nou, in ieder geval, daar gaf ze op af. Ze vond het idioot. En zo klinkt het ook. Ze was nogal fel op hem. Ze vertrouwde hem niet. Heb je George al gebeld? Met George? Ja, met Anton. Ik heb je hulp nodig. Anna is zoek. Ze heeft een bericht achtergelaten dat ze naar de ouders is gegaan, maar daar is ze dus niet. En de spullen liggen gewoon hier. Behalve de telefoon, maar ik kan het niet bereiken. Dat is vreemd. Ja, ik dacht misschien met wie het is, maar die krijg ik ook niet te pakken. Nee, die zit met een vriendje in Ierland. Is ze hen misschien achterna gereisd? Dat lijkt me zelfs voor Anna nogal extreem. Maar je zegt dat al haar spullen daar nog liggen? Ja, Anna die had het over Wiets vriendje. Iets met sprookjes of zo. Ja, de jongen die heeft daar kennelijk iets mee, maar dat weet ik verder ook niet. Maar zal ik anders vragen of Wiet je belt als ik haar spreek? Graag. Hé, misschien heeft ze het voor Bram gehaald. Wiet en de vriendje die zitten in Noord-Ierland. Wat denk jij? Zou ze er achterna gegaan zijn? Uit jaloezie? Tim zit in Belfast. Hey pa, heb jij nog iets van Anna gehoord? Nee. Maar we denken dat ze Wiet en haar vriendje is nagereisd. Kun jij er niet langs gaan? Ja, waarom niet? Ik vlieg toch vanavond pas terug. Ik sms Lucas wel even voor het adres. Ja. Ik hou op de hoogte. Dag pa. Tim! Hé, wat bizar! Maar kijk eens, zelf zie ik jou zomaar op de achtergrond staan. Dat is creepy. Dankjewel, jij ziet er ook heel erg aantrekkelijk uit. Hé, wanneer ga je naar Wiet? Ja, nu. Ik moet alleen nog even een taxi fixen. Nou, ik ga met je mee. Gelukkig, want ik begon alleen mezelf te praten. Kom, kom. Zoek je iets?